vandaag gaan we dit maken. Een eierwarmer, maar dan op z'n vonnis. Kijk. Hoedje eraf. Eitje erin. En die kun je er zo uithalen. Oké? En dan kun je zo het hoedje terugzetten als je dat wil. Die gaan we maken. Dan heb je geen eierdopje nodig, maar het eitje blijft gewoon zo staan. Ik vind hem super schattig. Nou, wat hebben we allemaal nodig? Een kleurtje voor de onderkant. Voor het kokertje. Nou, deze was lichtblauw. En nu ga ik hem in vrolijk geel maken. Wit voor de bovenkant. Voor het dekseltje. Een pompoen voor de bovenop. Ik heb nou een groene, dat vind ik leuk zo. Past bij elkaar. Een schaar. Bijpassende haaknaald. En twee mini plakoogjes. Die heb je nodig. Ik heb textiellijm gebruikt. Gewoon van de Action. Zelf gekocht, hè. Van de Action. En voor het gemak een steekmarkeerder. En om de draadjes weg te naaien straks een naald. En daar gaan we mee aan de slag. Nou, voor dit katoen. Volgens mij was dat van die Penguin katoen. Weet niet meer. Ik heb gewoon wat uit de kast geplukt. Bijpassend is haaknaald 2,5 mm. Zie je dat? En met dit katoen en die 2,5 mm haak ik een losse ketting van 30 lossen. Dat past precies om de omtrek van het ei. Dus kijk wat voor garen jij hebt, want het hoeft niet per se met katoen natuurlijk. Het hoeft ook niet per se met dit hele dunne spul. Kan nog dunner, kan wat dikker. Maar pas je aantal lossen aan de omtrek van het ei. Voor mij zijn dat er 30. En ik heb een draadeindje gelaten, een staartje, om netjes weg te kunnen naaien. 2, 3, 4, 5. Nou ja, ik moet er 30 doen. Kijk, ik heb hier het breedste punt van mijn ei. Tenminste, in de lengte dan, hè. Zo moet hij eromheen. En met 30 lossen past hij gewoon netjes. Zit hij er mooi omheen. Als dat bij jou dus meer of minder is, gewoon doen. Want dit deel is eigenlijk niet echt afhankelijk van het aantal steken. Het zou mooi zijn als je aantal deelbaar is door 3, maar dat hoeft niet per se. Nou, als je 30 hebt, of deelbaar door 4 eigenlijk, maar het is niet nodig bij deze. Eigenlijk is dat meer bij het kapje wat we erop gaan maken dan bij het kokertje. Nou, ik sluit mijn ronde in die eerste vaste met een halve vaste. Zo. Dan doe ik 1 losse. Om mijn draad omhoog te brengen. En ik ga 30 vaste haken. Elke losse krijgt 1 vaste. Dus ik had 30 lossen. En nu rondom elke steek 1 vaste. Dus dan heb ik ook weer 30 vaste. Ja, elke losse 1 vaste. Helemaal rondom. Totdat je weer 30 vast hebt. Nou, als je nou geteld hebt en je hebt hetzelfde aantal vaste als wat je aan losse had, gaan we nu in doorlopende ronde haken. Het begin en het einde van de ronde wordt gekenmerkt door het staartje. Die kun je eraan laten hangen even om makkelijk te kunnen zien van oké, daar begint de ronde. Want zo heel precies komt het niet. Maar we gaan in doorlopende ronde vaste haken in de achterste lus. Als je nou bovenop je steek kijkt, zie je hier een V'tje. Die heeft een voorste lus en een achterste lus. En in die achterste lus gaan we vaste haken. 1 vaste
in één vaste en dan alleen de achterste lus ervan. Dan krijg je riggeltjes. Gewoon doorhaken. In het achterste lusje. Vaste. En als ik dan mijn kokertje erbij pak. En dan ga ik even tellen. Dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ronden gedaan. 8 ronden in de achterste lus. En dan eindig ik in de buurt hier van het staartje. Dus ga dit lekker zitten doen. Op je gemak. Het is niet moeilijk als je die achterste lus weet te vinden. Dan steek je daarin. Je haalt je lus op. En je maakt je vaste. Door één lusje. Ja. En dan ontstaat er een riggeltje. En die krijg je dan rondom. Nou, 8 ronden. En dan kom ik bij je terug. Nou, ik ben er bijna. Kijk, hier begint mijn ronde. En als ik dan recht omhoog kijk, ja, heb ik hier nog 1 vaste. Ook in de achterste lus. En in de volgende achterste lus maak ik nog een halve vaste. En dan zit ik recht boven mijn begin. Zie je dat? Zo. Zit ik er recht boven. Dus ik knip mijn draad af. Net als staart om weg te naaien. Zo. Ik haal hem nog 1 keer door. En ik ga even mijn draadjes wegnaaien. Ik heb ook een naald meegenomen. Dus die draadjes naai ik weg. Kijk, hier, dit is de minst mooie kant. Hè? Dus die wordt achterkant. Zo. Pak ik een ei. En die past er mooi in. Als het goed is. Dat blijft staan. Zie je dat? Nou, dan heb ik mijn lijn en mijn oogjes en het eitje er even uitgehaald. Dit is de achterkant, hè, dat lelijke stukje. Zie je eigenlijk zo plat neer. En dan is dit de bovenkant. Kijk, hier heb je die enkele lusjes. Ja, dat waren de losse. En dit zijn bovenop de veegjes. Dus dat is de bovenkant. Leg ik hem plat neer. En dan 2 puntjes textiellijn. Net iets boven het midden. Hier 1 en hier 1. En dan plak ik daar die oogjes op. Kun je het wel zien? Zo, hè? En wees niet bang, die textiellijn die droogt doorzichtig op. Dat zie je straks niet meer. Zo. Beetje ongeveer even hoog. Beetje scheef kan ook hartstikke leuk zijn. Zo, dan kan dit drogen. En dan gaan we met het hoedje verder. Nou, ik heb hier nogal wat wit. Heb ik helemaal niet nodig zoveel hoor, maar zo had ik het in mijn kast liggen. Het wordt echt, ja, je hebt er niet heel veel voor nodig. Restjes, daar kun je het echt mee doen. Nou, voor de hoed, ik begin met een magische ring, maar je mag ook met 4 losse beginnen. En dan die losse sluiten tot een ringetje. En dan doe je 1 losse, net als ik. En in het ringetje haak je 6 vaste. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. En 6. Ringetjes sluiten door aan het staartje te trekken. En dat vind ik dan het mooie van een magische ring. Dat je dat ringetje echt heel goed kunt sluiten.
Nou, en dan in iedere vaste, in een doorlopende ronde, haken we 2 vaste, zodat je op 12 uitkomt. Dan zoek ik even de eerste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar is de eerste. En daar haak ik dan als eerste 2 vaste in. Dat is dan nummer 1 en nummer 2. Dit is 1 en daarbij nummer 2. De volgende, nummer 3. En nummer 4 in dezelfde steek. De volgende, de 5e. En de 6e in dezelfde steek. En zo ga je door totdat je er 12 hebt. Dit is 6. 7. En 8. 9. En 10. En nog 1 keer voor 11 en 12. En dan pak ik even voor mijn gemak een steekmarkeerder. Deze ronde haken we 1 vaste in de volgende steek en 2 vaste in die erna. Dus de volgende steek, 1 vaste. En in de achterste lus van die vaste zet ik een steekmarkeerder. Dat is de eerste. Die wel blijven zitten. De eerste, zo. Nee, dat is dan nog de verkeerde ook. Hè? Hij gaat lekker. Nou, je hebt nu dus die 12 steken. Hè? En ik heb mijn steekmarkeerder. Deze ronde krijgen we eerst 1 gewone vaste. En in de steken na 2 vaste. Dus in de eerste steek. Een gewone vaste. Het is weer raak met vliegtuigen hoor. Dit is de eerste steek. En daar zet ik dan in de achterste lus mijn steekmarkeerder in. Dan zie je aan de voorkant straks niet dat er een steekmarkeerder heeft gezeten. Ja. Dit is de eerste. In de volgende steek komen er 2. 1. En 2. En zo ga je rond. De volgende steek 1. En die erna 2. En dan kom je uit op 18 vaste. De volgende 1. En die erna 2. 1. En 2. Nou, als je dit nu rondom doet, dan eindig je met 2 steken in 1 steek. En dan heb je 18 vaste. Oké, 18 vaste. Steekmarkeerder eruit halen. En dan in de volgende 2 steken komt 1 vaste. Dus dit is de eerste. Daar komt een vaste in. En dat is de eerste van de ronde. Dus daar zet ik mijn steekmarkeerder in die achterste lus neer. Dat is de eerste van de nieuwe ronde. De volgende steek, 1 vaste. En de steek erna doe je er 2. 1. En 2. Dan weer 2 vaste. Achter elkaar. 1. En 2. En de volgende steek weer 2 vaste. 1. En nog eentje erbij. Voor 2. Dit doe je rondom. En dan eindig je met 24 vaste. 1. 2. Achter elkaar. En in de volgende steek 2 vaste.
één. En nog één erbij. Twee. Rondom doen. Je eindigt steeds met twee vasten in één steek. En dit keer heb je dan 24 vasten. Nou, dit doen we nog één ronde precies hetzelfde. Dus steekmarkeren eruit. De volgende vaste. Eén vaste. Daar doe ik mijn steekmarkeer erin terug. In die achterste lus. Dus één. De steek erna krijgt er ook één. En de volgende krijgt er twee. Eén. En twee. Eén in de volgende. Eén in die erna. En twee in de volgende. Net als wat we net gedaan hebben. Eén. En twee. Nou, dit doe je de hele ronde. Dan eindig je weer met twee vasten in je laatste steek. En dan heb je 32 vasten rondom. Nou, ik ben rond. Haal de steekmarkeer er even uit. En nu haak je 5 ronden zonder te meerderen. Dus gewoon 1 vaste in 1 steek. En dat 5 ronden lang. Iedere keer zet ik in mijn eerste vaste van de ronde. Zet ik een steekmarkeer er. Zo. En dan haak ik mijn ronde. 1 steek in 1 steek. En dat dan 5 keer. 5 ronden lang. Dit is de eerste ronde. Niet meerdere. Gewoon 1 steek in 1 steek. En als je dat dan doet, dan gaat je platte cirkel, wat je nu hebt, die gaat bol staan. Dan krijg je een dopje. Het mutsje van de eierwarmer. Dus 5 ronden. En dan zie ik je terug. Ja? 1 vaste in 1 vaste. Nou, ik heb mijn ei weer even in het dopje gezet. In het kokertje. En ik heb mijn 5 ronden gehaakt. Zo. Ja, het was ineens rot weer, hè, Doris. Hij was even buiten aan het spelen en ineens begint het weer te gieten. Dus hij komt nu binnen vertellen dat het rot weer is. Ja. Maar goed, ik zet het dopje er even op. En nu zie je dat hij eigenlijk nog net iets te kort is. Zie je? Hij is net te kort. Dus ik ga nog 2 ronden erbij haken. Nog 2. Dus dan heb ik er in totaal 7. Dus ik ga nog heel even verder. Nog 2 ronden. Nou, ik heb mijn 2 ronden erbij gehaakt. En ik ga nog een keer passen. Kijk hoor, mijn haaknaald eruit. Kijk, dit zit veel beter. Ik sluit gewoon mooi aan. Nou, gaan we de schulpjes aan het mutsje maken. Aan het dopje, potje, dekseltje. Hoe noem je het? Ik ga mijn steekmarkeer eruit. Heb ik niet meer nodig. En nu gaan we in de voorste lussen van de V haken. Bij het kokertje hebben we in de achterste lus gehaakt. En nu doen we het in de voorste lus. Dus niet de achterste lus, maar de voorste lus. En dan steek je van onder naar boven. En je maakt een halve vaste. Dus lus ophalen en gelijk door de lus op je haaknaald. Dan sla je om een stokje te maken. En die doe je in de tweede steek. Dus de eerste steek, die sla je over na je halve vaste. Je gaat naar de volgende. En in de voorste lus haak je 5 stokjes. Dus van onder naar boven insteken. En 5 stokjes haken. Het is 1.
2. Moment. Ik krijg ineens last van een kriebelhoest. Ik denk, dat doen we even zonder camera, hoor. Nou, ik had 3 stokjes, hè. Nog 2 erbij. In datzelfde voorste lusje. Dan wordt dit nummer 4. En nog eentje. Voor nummer 5. Dan sla je weer 1 steek over en let goed op, dat is deze. Die sla je over en bij de volgende in de voorste lus van onder naar boven insteken. Daar maak je een halve vaste. Dus lus doorhalen en door de lus op je haaknaald en een beetje aantrekken. Dan heb je dit. Nog een keer omslaan, de volgende steek overslaan en die erna in de voorste lus 5 stokjes. En 5. Dan weer 1 overslaan en de volgende van onder naar boven een halve vaste. En dan heb je er al 2. Nou, dit doe je rondom. 1 overslaan en in de volgende de voorste lus 5 stokjes. Dan weer 1 overslaan en in de volgende, in de voorste lus, een halve vaste. Nou, dit doe je rondom en dan zie ik je hier terug. Nou, ik heb mijn laatste gedaan. Ik heb hier nu nog 1 steek om over te slaan. En dan heb ik hier die halve vaste. Nou, daar steek ik in die halve vaste. Lus ophalen en door de lus op mijn haaknaald. En dan heb ik in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 van die waaiertjes. 8 stuks. Nou, knip ik mijn draad af. Met een staart. Ik haal hem nog 1 keer door. En ik naai even mijn 2 draadeindjes weg. Deze van het eind en hier die in het begin. Die naai ik even weg en dan kom ik bij je terug. Oké, draadjes zijn weg. Ik heb mijn pompon gepakt en mijn textiellijn weer. Dus ik doe bovenop het mutsje een dotje textiellijn. Als je wil, ja, daar komt hij. Zo. En mijn pompom. En die douw. Oh, laat hem vallen. Dat schiet niet op. Zo. En dan douw ik die pompom op de textielijn. En ik draai mijn mutsje even binnenstebuiten. Zie je dat? En dan duw ik hem even aan. En dat laat ik zo even drogen. Zo. Ik laat dat zo even staan. En dan straks is dat droog. Het duurt niet zo heel erg lang. Dan is het droog genoeg om je mutsje weer om te draaien. En hem boven op je eigen te zetten. Kijk, ik ben klaar. Dit is die we samen gemaakt hebben. Deze had ik als eerste gemaakt om jullie te kunnen laten zien. En hier... Deze heb ik net nog even alleen zitten maken. Een kuikentje.
Het enige andere wat ik gedaan heb is een oranje kraaltje hier op het kokertje genaaid. En het mutsje heb ik zonder die randjes, die waaiertjes, zonder die stokjes gedaan. Zodat hij er zo op staat. En als je dan een beetje creatief bent, kun je er echt wel een kuikentje in zien. Nou ja, weet je, verschil van kleur. Maar het model blijft hetzelfde. En dan krijg je 3 heel verschillende eierdopjes. Ik vind het ontzettend leuk gedaan. Eierdopjes, eierwarmers. Ik vind ze superleuk. En ik ga ze gebruiken. En misschien verzin ik er nog wel meer. Andere kleurtjes met die dingen, zonder pompoenen. Misschien hanenkammer op. Geen idee, maar... Nou, ik ben klaar. Zie je ze? 3 verschillende. Deze hadden we... Die had ik als eerste gemaakt. Deze. Om jullie te laten zien. Deze hebben we samen gemaakt. En deze heb ik net nog even gauw zitten maken. Een kuikentje. Nou, wat is hier anders aan? Ik heb alleen maar een snaveltje gemaakt met een oranje kraaltje. Die heb ik erop genaaid. En het mutsje... Daar heb ik die waaiers niet op gedaan, die stokjes. En dan heb je dus een kuikentje met een beetje fantasie. Ik vind hem heel leuk en heel lief. En misschien kun jij nog wel andere dingen verzinnen. Dat je, weet ik veel, met andere kleuren. Met pompon, zonder pompon. Met die waaierrandjes. Kijk maar wat je ervan maakt. Ik wens je in ieder geval heel veel haakplezier. Ze zijn zo klaar. En leuk toch? Eierwarmers. Ik zie je graag terug bij een andere tutorial.